Wat eten we vandaag? Nou, het is zondag, het is bakdag, maar favoriete dag van de week. Ik hoop ook die van jou. Want we gaan weer lekker bakken. Maar super easy. Je hoeft niet allerlei verschillende technieken toe te passen. En het is ook nog eens, niet schrikken, vegan. We gaan namelijk een vegan kokos chocolade bananentaartje maken. Een hele mond vol. En ik hoop ook dat jouw mond straks vol is met dit lekkere taartje. Let's cook! Mijn vegan kokostaartje heb ik nodig. Natuurlijk kokosmelk, kokosrasp, suiker, margarine. Want ja, je wil boter, maar het is vegan, dus we gaan voor margarine. Een limoentje voor de smaak. Vegan chocolade. Agar-agar, kom ik zo op terug. Niet afhaken, komt helemaal goed. It's okay. Bananen en vegan biscuitjes. Nou, we beginnen met de taartbodem. En daarvoor gaan we deze margarine eventjes smelten in de pan. Gewoon manjana manjana, niet vol gas erop. We willen geen burnazet. We willen gewoon lekkere gesmolten boter. Dit is een no-bake vegan taartje. Wat wil je nog meer? Heel makkelijk. Je hoeft geen oven te hebben. Everybody happy. Ik zou dit recept zelfs door mijn 6-jarige dochter kunnen laten maken. Zo makkelijk is het. Die koekjes die moet ik even verkruimelen. Heb je thuis een keukenmachine, dan kan je het daarin doen en dan een groot mes erin doen. Dan een ring, ding, 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 ding. En dan is alles in één keer fijn. Maar heb je dat nou niet? Je hebt een oude boodschappentas liggen. Keer die even binnenstebuiten. Doe je koekjes erin of zo'n plastic zakje. Dan hou je hier je hand op. En dan ga je al die opgekropte emoties loslaten. Kijk, je kan naar een psycholoog gaan, kost super veel geld. Of je gaat de keuken in en gaat gewoon al je emoties in een gerecht stoppen. En gaat dus ook koekjes te lijf met een deegroller. Och, wat een heerlijk gevoel is dat toch. Ik ben niet zo snel boos, maar het is wel lekker om je af en toe af te reageren. Hoppa. Oké, de koekjes, die doe ik alvast in de taartbodem. Want dat kan gewoon. En dan mengen we daar zo meteen de koekjes met de margarine. Voilà. Dit is voor mij dan. Oh shit, dat zit weer. Sorry, wacht even. De margarine, bijna helemaal gesmolten. Margarine is plantaardig. Ik zou zeggen, smeer het nooit op je brood. Vind ik niet lekker. Maar in zo'n vegan recept is het hartstikke lekker. We kunnen er natuurlijk heel flauw over doen, over vegan eten. Maar je maakt wel echt een verschil als je af en toe geen dierlijke producten eet. Dus kan je iets lekker maken op een vegan manier, zou ik zeggen, go for it. Die margarine eroverheen. Even alles mengen. Grappig hoe vegan veranderd is. Vroeger, als ik dan mensen uitnodigde en zei, ja, kom gezellig eten. Weet je, een soort van nieuwe vrienden, mensen die je net hebt ontmoet en dan bel ik van tevoren altijd mensen even op en zeg ik, heb je nog allergieën of dieetwensen waar ik rekening mee moet houden? En als iemand dan zei, ja, ik ben vegan, dacht je echt, oh, dat is wel heel moeilijk. Ik weet niet of ik het nog even leuk vind als toen ik dacht, laten we vrienden worden. Enfin, dat hoeft niet meer. We zijn allemaal een beetje wijzer geworden en we hebben natuurlijk superveel plantaardige producten waar we uit kunnen kiezen. En de kokos is toch wel de grote zuivelvervanger voor mij. Je hebt natuurlijk ook havermelk en rijstmelk. Kokos heeft lekker veel vet. Dat vind ik fijn. Geeft smaak. Dus daar word ik gelukkig van. Kokos leent zich heel goed als je mij vraagt als zuivelvervanger. Waarom is boter lekker? Waarom is volle melk lekker? Waarom is crème fraîche lekker? Waarom is slagroom lekker? Omdat er vet in zit. Heel veel vet. En de vetter, de better. Want hoe meer vet, hoe meer smaak. Dus dat is lekker. Als je een taartje maakt, ook al is hij vegan, moet er natuurlijk wel smaak aan zitten. Hierbij doen we de suiker. En zo meteen, als het wat warmer is, de agar-agar. Maar ik moet eerst eventjes deze banaantjes fijn prakken. Zo doen aapjes dat ook. Veel makkelijker. Komt hij beter uit zijn jasje. Zo. Zo, in stukjes alvast. Ik zet ondertussen dat pannetje even zachtjes aan. Die laatste banaan gaat zo meteen op de bovenkant. Het oog wil ook wat, zelfs als je vegan bent. Banaantjes zijn geprakt. Die gaan erbij. Bij de kokosmelk en de suiker. Dit is alleen maar het samenvoegen van ingrediënten. En dan krijgen we de agar-agar. En wat is agar-agar nou? Ik kende het ook niet voordat ik in Vietnam rondliep. En daar hebben ze een heel bekend toetje. Dat heet tje. En dan heb je een soort display waar je langs loopt. En dat display heeft van hier
tot en met hier alle kleuren van de regenboog, een soort jellies. En die jellies snijden ze in allerlei verschillende soorten blokjes. En daar zit dan ook een beetje een andere smaak aan. En daar overheen doen ze dan bijvoorbeeld gecondenseerde melk en crushed ijs. Maar daar deden ze dat dus niet met gelatine, maar met agar-agar. En gelatine wordt gewonnen uit varkensbotten. Agar-agar wordt gewonnen uit... Agar-agar wordt gewonnen uit algenfamilie. Dus het is gewoon een plantaardig product, maar het doet precies hetzelfde, het geleert. Er zit geen smaak aan, net zoals gelatine zit ook geen smaak aan. Dit gaat erbij. Laten we langzaam oplossen. Niet laten koken. Heel belangrijk, niet laten koken. Net zoals gelatine moet je ook agar-agar goed doseren. Als je dat niet doet, dan heb je een soort stuiterbal op een gegeven moment. Het moet opstijven, maar je moet het niet tegen de muur kunnen gooien en denken, squash. Dit gaat hier bovenop. Ik ben dol op dit geluid. Fantastisch. Goed, de chocola. Die gaat erin. Je kan hem helemaal fijn hakken. Je zou hem zelfs kunnen smelten voordat je erin doet. Maar dit is inderdaad warm. Dus dat mag erin en dat gaat vanzelf al smelten. En doordat er al stukjes banaan in zitten, blijft het een beetje erop liggen. Goed, deze is klaar om naar het bal te gaan, maar ik heb er al eentje geprept. Oh jongens, die ijsjes is weer zo'n troep. Job, Hugo. Enfin, dit is hem. Je ziet, die chocola is erin gesmolten. Je ziet die stukjes banaan zitten. Ik ben weer vies geworden, natuurlijk zoals altijd. Precies als ik geen schort om heb. Even een plankje erbij, want we gaan hem versieren. Ik doe er sowieso wat geraspte kokos al bovenop. Dat banaantje gaan we eventjes in mooie plakjes snijden. Zo. Dat is niet mooi. En dan een limoentje. Die rasp ik al een klein beetje over de taart heen. En daarnaast doe ik nog wat limoenschil op de plank. Want die wil ik apart houden om straks de banaantjes eventjes mee af te toppen. Het limoentje is dus... geraspt en dan even in de lengte doorsnijden. En dan ga ik hem eventjes inmasseren. Alsof die banaan in de massagesalon ligt. Want hij wordt natuurlijk super snel bruin. En als je hem van de buitenkant insmeert met een beetje limoensap, ga je dat tegen. Ga hem eventjes zo in dit soort plakken snijden. Kan ook met citroen, maar ik vind limoen echt qua frisheid veel lekkerder. Ook als je fruit hebt wat net even nog niet helemaal rijp is of net iets te rijp. Klein beetje limoensap eroverheen. Heel nice. Nou, dit heeft natuurlijk nog geen limoen, die binnenkant. Dus even verspreiden over je plank. Juice it up. Ja. En dan als je ze oppakt even goed insmeren. En dan ga ik een waaiertje maken vanuit het midden. Omdat het ook mijn leven is. Knutselen voor volwassenen. En van daaruit ga je eigenlijk dakpansgewijs erop leggen. En ik zou eigenlijk het decoreren op het allerlaatste moment doen voordat je hem gaat serveren. Nog een beetje kokosrasp eroverheen. Je wil natuurlijk het taartje ook een beetje opleuken. Als jij een taartje koopt bij de patisserie, dan is die mooi versierd en die kokosrasp... Dat is een beetje de versiersel samen met de banaan, samen met de limoenrasp. Je kan de kokosrasp ook eventueel nog doorheen doen als je dat lekker vindt. Maar niet te veel, want anders heb je een hap en dan heb je heel veel kokosrasp. En dat is best wel droog en dan kan je niet meer praten. Probeer maar eens te fluiten met een mondvol kokosrasp. Voilà. Dan zijn we er bijna. Namelijk de limoen. Voilà. Kijk, dat maakt het af. Ik word zo blij van taartjes altijd. Nu gaan we hem lossen. En bij taarten die geleerd zijn of waar dus agar in zit, kan je hem eigenlijk het beste even van het randje een klein beetje weerstand geven. Naar beneden drukken. Ik hoop dat je dat ziet. Dan komt hij namelijk al een beetje los. En doordat hij loskomt, komt er een beetje lucht aan de zijkant. En als je hem dan openklikt, dan denk je niet meteen... Oh, er wordt aan alle kanten aan me getrokken. Maar je denkt gewoon, oké, ontspannen. Laat los, komt helemaal goed. Ik zal hem iets meer overdrijven. Zo. En nu durf ik er niet zo'n gigamesh.
een klein mesje eventjes langs te halen. Dit is toch geluk in het leven, dat er een taart lost en dat die er gewoon uitkomt. Dat, kijk, weet je, andere mensen zijn blij met een BNB of met een mooie tas. Dit is voor mij echt happiness and joy. Deze kan zo mooi overgeheveld worden op een bordje. Maar ik wil natuurlijk eerst een stukje voor mezelf eruit snijden. Kijk eens wat mooi. Als jij nou die opeet, dan neem ik deze. Wil je het recept nog een keer helemaal teruglezen? Dan zou ik nu naar 24kitchen.nl gaan. Want ik ben de komende tijd wel even stil. Ik heb hier een taartje op te eten. Precies. Het is zoet. Het is een beetje fris, het is zomer. Zo is vegan eten echt wel heel lekker.